Nieuwe informatie over de gewelddadige woningoverval hier in Loosbroek. Even terug naar die avond. Zondagavond 4 december. Het is bijna Sinterklaasavond. De hond slaat aan. Het is even na 22:30. De vrouw ziet niets vreemds, maar omdat hun hond maar blijft blaffen, kijkt ze toch maar even bij de oprit. De overvallers gaan ontzettend tekeer. Slaan de man zo erg dat hij zijn bewustzijn verliest. En ook zijn vrouw wordt vastgebonden. Ik laag door in mijn eigen bloed en ik dacht, als ik niks meer zeg, dan zal ze mij misschien tot rust laten. Want ze moesten veel geld, heel veel geld hebben. Dat was er gewoon niet. Het onderzoek is nog steeds in volle gang. Vorige keer lieten we een auto op bewakingsbeelden zien die in deze straat reed. We weten nu wat voor merk en type auto dat was. Namelijk een lichtgrijze Volkswagen Polo. Het is een vijfdeursuitvoering en een model van na 2009. Als de auto rechtsaf de achterdonkse straat inrijdt, schakelt hij de achterlichten uit. De voorverlichting blijft aan. We hopen dat er mensen zijn die dat iets zegt. Die auto waarvan we nu weten dat het een Polo is. Met de tips na de vorige uitzending gingen we verder onderzoek doen. Zo tonen we nu nieuwe camerabeelden die we nog niet eerder lieten zien. Beelden van de middag voor de overval, zondagmiddag 4 december. Een donkergroene Citroën Berlingo rijdt op verschillende tijdstippen door de straat. Meerdere getuigen hebben die auto toen zien rijden. De politie gaat ervan uit dat de Citroën en de Polo die we op beelden van later die avond zagen, bij elkaar horen. En er is meer. Want in het onderzoek om te achterhalen wat het kenteken van die donkergroene Citroën Berlingo is, werd duidelijk dat in dat kenteken de cijfercombinatie 60 zou voorkomen. Wie zegt dit iets? De auto die wegreed na de overval is een lichtgrijze vijfdeurs Volkswagen Polo uit bouwjaar 2009 of later. De auto die 's middags al in de straat reed is een donkergroene Citroën Berlingo. In het kenteken van die auto zit de cijfercombinatie 60. Bel uw tips door via de nummers in beeld.